Dag wielervrienden, we zijn er weer voor een nieuw jaar, een nieuw wielerjaar. Ik doe dat samen met mijn vaste kampanen, Joseph en Sis. Heb je al een beetje goestie in het nieuwe wielerjaar? Absoluut, absoluut. Ik ben eigenlijk al direct begonnen met de voorbereidingen. Alles gaan kijken wie dat waar gaat rijden. En ja, ik heb het zeker al goestie in. 25e is toch ver, hè? De omloop. Ja. Ja, ik ben echt benieuwd hoe het WK veldrijden gaat. Fantastische dag. Dan hebben we het afgelopen weekend Europees kampioenschap baanwielrennen gehad. Ah. En ja, nu kan het echte werk beginnen. Hè. En zeker omdat het nu de Sportza wielermanager is. Hè. Dat is eigenlijk het eerste teken aan de wand van oké, het gaat echt beginnen. Ja. En ook hebben wij dat weer dit jaar weer gedaan. Onze ploegen ingediend. Allee, nog niet officieel, maar we hebben ze wel op papier gezet. Ja. En daar gaan wij ook weer over lopen. Ja, inderdaad. Wil je hem aftrappen, Joseph? Ja, zeker, zeker. Maar ik wil daar toch een kleine kanttekening bij maken dat nog niet alle programma's bekend zijn. Dus dat er nog hier en daar misschien een wijziging kan gebeuren. Kan ik heb wel. Ja, ik durf toch wel te switchen. Ja, ja, ja. Dus, je gaat nu een ploeg zeggen en daarna ga je nog switchen uiteindelijk, dat ik een heel ander ploeg heb. Dat hangt er vanaf wat hier nog gezegd wordt eigenlijk. Dat ik toch misschien switchen. Nee. Ik kan wel zo weinig mogelijk switchen, maar ik vind wel dat we twee transfers nog mogen doen. Voordat de echte competitie begint, gewoon als er iemand toch tussenuit valt. Kunnen we dan nog switchen of vier transfers? Want ik ben van 16 man zeker, maar van vier zo. Okay. We zullen dat ook wel bespreken. Ik kan baas dieper ingaan. Ik kan het zo halen. Ja? Okay. Wat er ook gebeurt. Ook al zei echt een valpartij. Ja, ik kan het juist vragen. Maar ik ben benieuwd naar alle ploegen, we weten het niet. Dus, ik kan er gewoon direct in vliegen. Ja, als kopman. Misschien eerst nog even zeggen. Ja. Doe ook een mini-competitie, wiel aan wiel. Ik zou zeggen, als er meer dan 100 mensen in de wielercompetitie komen, dat we nog de prijs gaan voorzien. Dus ja, dat wil ik nog even zeggen. Voor de mensen die graag mee in de wielercompetitie komen, wiel aan wiel is onze naam. En dan zien we het daar waarschijnlijk. Oké, goed. Als eerste naam eigenlijk geen verrassing. Wout van Aert is mijn kopman. Man van de streek, voor mij eigenlijk de meest dominante renner ook. Van 2022, naast misschien Remco Evenepoel ook nog wel. Maar dan spreken we niet echt van het klassieke seizoen. Mm-hmm. Dus de meest constante ook, vind ik. En de kopman bij Jumbo, ik denk dat je daar niet veel verkeerd mee kunt doen. Hè? De meest constante, ergens wel. Maar ergens hadden dan ook Dylan van Baarle, die daar vorig jaar top was. Ja, Ronde van Vlaanderen 2 en een prijs erbij 1, als je dat op je cv kunt zetten. Maar hij is letterlijk nog Van der Poel, moeten we ook niet vergeten, de Ronde van Vlaanderen weer gewonnen. Ja, maar dat... Ja, dan sluit ik me wel aan bij Josie. Vandaag zet ik nog boven Van der Poel na vorig jaar. Ik wil zeggen, het gaat over voorjaar nu. Hè? Ja, ik weet het. Hebben we de envelop al van Aert vorig jaar? Hebben het volgens mij nog een aantal andere koersen. E3 waarschijnlijk. E3 en Gent-Wevelgem denk ik ook niet. E3 zeker. E3 zeker. Ja. En Gent-Wevelgem was dit jaar voor Germay. Vorig jaar voor Germay. Eigenlijk van Aert moet er niet over twijfelen. Nee. Moet er niet over twijfelen. Ja. Oké, mijn tweede naam is direct concurrent in het veld, Mathieu van der Poel. Ik heb hem weer opgezet. Ik vind dat hij precies weinig rijdt in het voorjaar op dit moment. Maar ik denk dat er nog wel een aantal koersen eigenlijk als het programma gaan toegevoegd worden. Mm. Het grote geschut gaat ook gewoon de monumenten willen pakken. Hè. En voilà. Het ding is ook gewoon, dat gaan ze altijd na top 3 rijden. Of top 5 toch zeker, voilà. En dat pakt de punten. Hè. Ik heb al wel bij Van der Poel al heel... Heel de kerstperiode het gevoel dat hij een plan heeft. En hij houdt zijn eigen echt aan een plan. En dan volgens mij gaat hem echt top zijn. En hij is naar iets aan toewerken. Ja, dat we nog zelden hebben gezien. Ik sluit me daar ook wel bij aan. Ik heb ook het gevoel dat de beste van die pool nog niet echt is bovengekomen. En ik denk dat we nog echt wel straffe stoten gaan zien, hoor. Als zijn rug het houdt, natuurlijk. Ja. Ik vind dat eigenlijk altijd frappant om te horen. Want je bent niet alleen dat zegt, hè. De beste van der Poel hebben we nog niet gezien. Maar uiteindelijk, vorig jaar wint hem de Ronde van Vlaanderen. Oké, het was daarna last van zijn rug. Nu ook weer in het veld, wordt hem weer wereldkampioen. Dat doen we toch altijd maar. Hè? Dus wat verwachten we nog meer uiteindelijk? Allee. Ja, maar zoals vorig jaar in de Giro, dan doet hem wel. Pakt hem daar de roze trui, als ik me niet vergis. Even, denk ik, ja. En dan in een Tour, zakt hem er helemaal onderdoor. Is dat door zijn rug of was dat door echt vermoeidheid? Uh-huh. Dat is nog altijd een beetje de vraag. Maar ik denk dat hem deze jaar echt dat hem heel sterk is. Ja, ze hebben echt een plan gemaakt bij Alpecin. En hij houdt zijn eigen daar eigenlijk aan. En vorig jaar had hij de indruk van... Oké, deze cross is slecht. Ik pak er nog een crossje bij. En dat deed hem deze jaar totaal niet.
Mm-hmm. Plus, dat wil ik ook nog even zeggen, vorig jaar was zijn voorbereiding heel kort. Toen heeft hij heel veel last gehad van een val, denk ik ook. Ja. Toen was het echt kantje boordje en dan haalt hij de Ronde van Vlaanderen toch nog wel in een heel goede vorm, want hij wint daar. Maar, want het was ook Milan Sanremo dat hem terugkwam, zeker de eerste keer. Ja, dat was al direct goed. Milan Sanremo, ik heb nog eens opgezocht, het eerste voorbij de potje was Søren Kragh-Andersen, dan Pogacar, dan Van Aert en Van der Poel. Dus die vier kwamen als eerste boven op de podio. Dus, Van der Poel was derde vorig jaar, hè? Ja. Van Sanremo. Inderdaad, dus hier dat het nog tweede werd en dan mogen we het winnen. Just. En de volledigheid. Maar we moeten verder gaan, want anders gaan we niet geraken. Tugy, dat wil ik toch al even zeggen, die heeft mijn ploeg niet gehaald. Dus als er, als er nu al stemmen opgaan, dan Tugy, dat hadden moeten zien. Nee, nog wel een paar aantal namen dat ik wil vragen. Zo heel de lijst afgaan, dus die hebben niet gehaald. Tadej Pogacar staat bij mij ook op de lijst met 11 miljoen. Pogacar reed 6 koersen op dit moment in het voorjaar. Maar wel altijd, clip is gelijk de Strade Bianche, Milan Sanremo en natuurlijk ook de Waalse klassiekers, wat ik denk dat hij samen met Evenepoel eigenlijk niet te kloppen valt. Mm. Maar hij reed alleen maar de Waalse pijl en Lac Bas Snakel ook, hè? Ja, dat klopt. Hij reed wel van Vlaanderen, dwars door Vlaanderen. En Strade Bianche en Milan Sanremo. Ja, dat klopt. Ja. En Strade Bianche, dat zie ik hem ook nog wel eens doen. Ja, dat klopt. Oppermachtig, hè? Ja, vorig jaar, als je dat kijkt, die land kon eraan. Maar jij hebt hem niet in de ploeg, zes? Of wel? Nee, ik heb hem niet. We hebben er juist nog 5 minuten gesproken en een paar dingen zijn ter sprake gekomen, waaronder Pogacar al. Nee, ik heb zoals iedereen, denk ik, Van Aert en Van der Poel wel. Ik heb er nog niet voor gekozen, omdat ik denk, Strade gaat hem sowieso oppermachtig zijn. Milan Sanremo geloof ik er gewoon niet in. Daar gaan nog te veel sprinters bij zitten. En dan dwars door Vlaanderen, dan zitten we al direct 29 maart. En daar ga ik misschien dan met een eerste transfer gebruiken. Dus ik ga hem nog niet pakken voor het begin, omdat dat is toch wel 11 miljoen dat je dan toch aan andere renners kunt besteden. Dat is zeker. Je hebt wel transfers, je moet er uiteindelijk nog wel 4 kunnen opgebruiken. Dus ik snap u het theorie wel. Ja, maar zoals geld valt Van Aert of Van der Poel en dan kunnen we direct erin brengen. Ik denk wel, Strade Bianche, je gaat wel vol punten laten zitten al. Want dat denk ik ook. Top 3 lijkt me echt. Zeker nu dat het weer oppermachtig rijdt. Zonder pech. Ja, zeker en vast, maar je moet ergens keuzes maken. Ja, dat is waar. Dan is er eigenlijk al direct een grote sprong in mijn budgetten. De grote 3 zijn. Dan is er eigenlijk al 35 miljoen opgebruikt. Dat is wel echt zat, hè. Dan de volgende is een jong talent van eigen bodem, I Know De Lee, met 8 miljoen. En De Lee gaat nu ook de omloop rijden, heeft hij toegevoegd aan zijn programma. En vind ik ook niet te vroeg, zeker niet. Of dat je daar kan winnen, dat is een ander paar mouwen. Maar ik vind wel dat De Lee zeker zijn kans heeft in die kleinere koersen, genre, bredene, kokzijde, de pannen, dat soort wedstrijden eigenlijk. En ik denk eigenlijk omloop ook wel eigenlijk. Ik heb hem ook in mijn ploeg genomen en het is eindelijk heeft Lotto terug een kopman. Dat is mijn gevoel. Dat is ook wel... Dat is mooi. Hoe lang is dat al geleden? En je hebt daar nog een paar steken in de zon, gelijk een Kampenaerts. Dat daar eigenlijk ook van kan profiteren. Mm-hmm. En wat gaat er nu gebeuren? Want ik denk dat Kampenaerts een groot doel had van de omloop had gemaakt. Wat gaat er gebeuren? Want De Lee, volgens mij, gaat hij perfect mee kunnen. Als ik hem de laatste keer zag rijden, was het in Bessage? Ik denk het was ergens anders. Maar het was indrukwekkend was het een message dat hem Pedersen achter zich liet en Cosnefroy. Dat was sterk. Ja, dat was sterk. En Kampenaerts heeft daar een doel van gemaakt. Maar De Lee kan dat perfect ook meegaan. Dat is en waar. Dan kiezen ze toch altijd voor De Lee, denk ik. Dat is waar. Dan gaat hem gewoon zijn eigen moeten opofferen. Maar dat is wel zoals veel ploegen nu rijden. Allee, hoeveel ploegen zijn er niet met minstens 2 kopmannen? Minstens 2 speerpunten aan de start. Dus je weet nooit wat koers kan verlopen. En beter om meer sterke mannen hebben dan geen kopman uiteindelijk. Dus, Kampenaerts zal wel zijn koers rijden. Maar als er op aankomt, gaan ze wel voor De Lee gaan. En dat is misschien wat jij bedoelt. Ja, tuurlijk. Ja, dat denk is waar. Ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Je mocht het reageren in de comments, maar als je De Lee niet pakt, dan zijn het dan toch wel... Dan toch wel zand in je ogen. Ja. dat denk ik ook wel. Ja. Of heb jij hem niet? Nee, ik heb hem wel. Ik heb hem wel, ja. Zand, ja, inderdaad. Ja. Je moet wel keus maken. Het is wel het juiste prijskaartje wel, denk ik, voor De Lee. Ik denk ook dat hem meer langer een klassieke coureur kan zijn in die klassiekers dan bijvoorbeeld een Meijer, dat ik precies niet echt zie in een omloop bijvoorbeeld als scoren. Ja, dat is waar. Dus ja,
geloof er zeker in. 8 miljoen, de volgende met 8 miljoen, is Jasper Philipsen. Jasper Philipsen die gaat in heel veel wedstrijden de kopman zijn voor Alpecin Phoenix. En dat is eigenlijk de reden ook waarom dat ik hem pak. Waarom? Je hebt twee sprinters bij Quickstep, een Jacobsen en Meilier. Maar die rijden heel veel wedstrijden niet samen, apart. En daar gaan heel veel punten misgelopen worden, denk ik, als je een van die twee pakt. Ja, dat is mijn strategie. Tot nu toe is er nog geen enkele renner dat ik het niet heb. Okay. Ik heb elke renner al gehad, dus ik dat. Ja. Ja, Jasper Philips heb ik ook uiteraard. Ik had hem vorig jaar ook en dat is dan helemaal misgelopen, omdat hij bijna niets heeft gereden. Maar deze jaar kun je er gewoon ook niet naast kijken, denk ik. Ja, en zeker ook zijn... Ja, verlost van Merlier een beetje wel. Voilà. Dat klinkt eigenlijk raar. Ja, dat klinkt raar, maar de volgende pickorde is Caden Groves. Nee, kan hij er nog sorry krijgen. Ja, oké, maar ik bedoel qua sprint is einde. Ja, en maar... ik denk dat Jasper Philipsen gewoon nu de enige kopman is in die kleinere koers. Als Van der Poel niet meer hoeft. Ja, voilà. Dat denk ik ook wel. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik bedoel dan niet met Gent, Wevelgem of Kuurne, dan gaan ze altijd Philipsen pakken. Maar ik denk dat het omloop, dat dan sorry krijg, op een gelijk schavotje staat. Natuurlijk, zoals er juist met Kampenaars en De Lee, als puntje bij paaltje komt, ja, gaan ze voor Philipsen natuurlijk. Hè, maar... voilà. Ja. Oké, ik merk dat ik iemand ben overgeslagen. Toch nog met 9 miljoen. Thomas Pidcock. Die heb ik ook. Tot nu toe nog altijd zo. Ja. Tom Pidcock, ja, waarom? Rijdt volgens mij bijna alles in zijn programma. Toch van de semi-klassiekers tot de grote monumenten. En ja, Pidcock, qua budget vond ik het ook nog redelijk. Het is 3 miljoen minder dan de grote 3. Heeft hij mij een beetje ontgoocheld in de zin van dat hij zijn voet nog niet echt naast Van der Poel en Van Aert kan zetten, bijvoorbeeld in het veld dit jaar? Ja, toch wel. Maar ik verwacht wel dat hij veel top 10 gaat rijden en een aantal keer top 5. En waarom is niet een uitschieter en is winnen? Maar ik moet wel zeggen, vorig jaar was Pidcock een van de ontgoochelingen in het voorjaar. Dat klopt. Voor de naam dat hij heeft, hè, was dat een redelijke ontgoocheling. Tegenover 2 jaar geleden was hem dan tijdens corona... Waarom daar de Brabantse Pijl, denk ik, en de Amstel Gold Race. Ja, Amstel Gold Race, dat was een beetje... Dat wilde hem eigenlijk ook, maar... dat mocht niet zeggen. Dat wilde de finishfoto maar nog altijd niet zeggen. Zouden ze die nou eigenlijk al vervangen hebben bij de Amstel Gold Race? Ja, die mensen zijn nog altijd nachtmerries, denk ik. Die zitten net te vatten waarschijnlijk in je kader thuis. Daar heb ik zijn school in gehad. Pidcock is nu ook wel dat stapje nog extra moeten maken. En ik denk ook wel gewoon... Hij zit er wel echt dicht tegen. Ja, ik denk het ook. En ik denk ook dat bij Ineos... Je hebt daar nog 2 jongens, een Sheffield en een Teuner... die daar ook misschien nog dat niveautje hoger kunnen duwen. Hebben ze in de ploeg genomen? Nee, ik heb ze allebei in mijn ploeg genomen. Ik heb ze ook allebei in mijn ploeg genomen. Want eigenlijk echt het juist hetzelfde. Ja. Ik ga het juist gaan even schieten. Niks afgesproken. Nee. Ik denk dat ik nu misschien... Ah ja, zeg maar... Ik heb Pidcock wederom niet in mijn ploeg staan. Oké. Paul, ik heb een andere tactiek. Ik heb een andere tactiek, inderdaad. Ik had hem vorig jaar en hij was ziek geworden. En toen heb ik eruit gezet. En toen was hem dan nog 3rd in Dwars of Vlaanderen geworden. Maar voor de rest waren zijn resultaten echt niet wat je verwacht van iemand van 9 miljoen. En ik vind 9 miljoen wederom heel veel. Dat klopt wel. Klopt. Ja, zeker. Okay. De volgende... Ja, dan gaat het eigenlijk achter Philipsen met 7 miljoen, is Jasper Stuyven. Stuyven ook wel een beetje voor het sentiment. Ik heb het echt over Jasper Stuyven. Ik heb eigenlijk heel veel Belgen in mijn ploeg. Alvernaas moet nog komen bij u. Nee, Alvernaas komt. Nee, die heeft vorig jaar mij zwaar ontgoocheld in de klassiekers. Dus die zit er dit jaar niet bij. Het kostte eigenlijk 1 miljoen te veel. Had hij 4 miljoen gekost, had ik hem er wel bij. Dat gaat hij wel niet graag horen. Nee, ik denk... Als hij de nummer 1 van... Nee. Ik denk dat Elver Naas deze podcast aan een minuut af zat of zo. ik zet er niet bij, fuck it. Nee, niet zo. Jasper Stuyven rijdt ook heel veel. Gaat overal de kopman zijn, samen met Spedersen. En ik verwacht in het algemeen heel veel van Trek ook precies dit jaar. Ik weet niet hoe dat komt, maar mijn gevoel heeft mij de laatste jaren niet echt veel verraden. Dus ik denk, dat Trek wel eens een verrassing kan zijn dit voorjaar. Dus heb je Pedersen ook genomen? Ik heb Pedersen zelf niet genomen, maar de volgende in rang wel. En dat is mijn volgende renner, die trouwens al gewonnen heeft in San Juan dit jaar. En die ik ook als een van mijn favoriete renners... Mag ik het al zeggen?
Ja, zeg maar. Quinn Simmons. Quinn Simmons, ja, absoluut. Ja. Quinn Simmons is echt volgens mij een topper in voiding. Is nu eigenlijk al zeer sterk. Maar ik geloof wel dat Quinn Simmons eigenlijk al een rol van betekenis kan spelen. In een vroege vlucht, heel lang meegaan, dat zie ik hem al doen. En waarom niet, is een late uitval met 30 kilometer van de meet. Je daar twee kopmannen zitten. Simmons is ook wel iemand dat echt grote doelen stelt. Hè? En ik heb ook een interview gelezen dat hem echt ontgoocheld was, omdat hij wilde winnen. Maar hij rijdt altijd de grootste koersen. Ja. Dus ja, het is wel moeilijk om dan tegen de toppers op te boksen. Als hij nu iets wat kleinere koersen, dan heeft hij al een paar keer gewonnen. Maar ik weet niet, ja. Ik heb hem persoonlijk Simmons niet genomen, omdat hem in die te grote koersen zie ik hem niet bij de beste 3-4 van de wedstrijd. Maar daarna wel. Ja, Grote Strade Bianchi, top 10 Simmons, ja, kunnen opschrijven eigenlijk. Ja. Ik heb hem ook opgenomen. We waren gaan eten als voorbereiding op dit nieuwe podcastseizoen. En toen zijn we eigenlijk redelijk zat geweest. En ik heb me nog één... Jij bent redelijk zat. Ja. En ik heb me nog één ding herinneren. En dat is dat Josie zei... Quinn Simmons, die gaat echt goed zijn deze jaar. Ja, ik volg hem ook op Instagram. En hij is alternatief ook aan het trainen geweest. En je merkt nu eigenlijk al dat zijn vruchten afweept. Want het zijn gewoon wint hij eigenlijk voor een aanstormend peloton. Mm. Ja, toch heel sterk. Dan gaat het nog bijna weg met Remco. Hè? Ja. Je hebt ook zo dezelfde politieke voorkeur. Of, Nee, maar ik vind dat wel chapeau dat er nog een renner is die daar niet te veel mee bezig is. Dus ik bedoel daarmee, Quinn Simmons is wel rock and roll. Ja. Je weet eigenlijk niet goed wat je aan hebt. En volgens mij in het interview is hem ook echt gieren. Dus ik heb hem eigenlijk, ook qua sentiment, ik voel me goed bij die gast en ik heb hem erbij gepakt. Dan komen we bij de andere twee van Ineos. Twee Engelsmannen, Ben Turner en Magnus Sheffield. Sheffield is een Amerikaan, hè? Ja. Is dat een Amerikaan? Amerikaan, ja. Ah, ja. Maar spreekt al Engels, hè, dus. Nee, Magnus Sheffield, ja, die dat vorig jaar keihard heeft verbaasd. Ik denk dat we van die mannen van Ineos, ik heb ze ook alle drie van Ineos, die gaan gewoon bijna alles kapot rijden, denk ik. En ik pak die ook, en dan niet de Jumbo-Visma-mannen, zoals Benoit en Laporte en zo, maar die nu points per million, zoals ze dan zeggen. Ja. Ga benoot een Turner, een Sheffield eraf rijden of een Lap. Ik weet dat niet. Ik zie het ook niet. Normaal is hij wel door te denken, maar uiteindelijk... Die mannen waren bijvoorbeeld vorig jaar een Brabantse pijl. Echt super. Indrukwekkend. Ja. En die gaan gewoon terug in het voorjaar op indrukwekkend zijn. Maar je moet ook anders denken. Als ze in een groepje van 10 zitten en Laporte zit erbij en Turner zit erbij en Sheffield zit erbij. Laporte zal altijd bij de eerste 3 zijn. En Turner en Sheffield, zeker Sheffield dan. Sheffield heeft niet echt een sprint. Turner al wat meer. Ja, maar dan zit er natuurlijk wel. Ik weet het. Hij had wel altijd een top 3 plaats in plaats van. Maar het is een goede tactiek. Ook die mannen rijden ook heel het voorjaar normaal gezien. Ja, dus, het is Sheffield. Je kunt verschillende tactieks. Dus, als ik een tweede ploeg zou maken, zou ik ook helemaal het anders doen. Ja. En dat is. Ja, maar één je mocht maar één tactiek pakken. En die mannen, die een drietand van Ineos. En dan nog eens Narvaez erbij. Viertand, kan ik juist zeggen. Narvaez heb ik ook lang over getwijfeld. Maar niet gepakt. Maar ik heb hem niet. Ik heb hem niet valt wat te veel, denk ik. Ja, nee, maar die valt vaak. Oké, ja. Ja, ik heb hem dus ook niet in mijn ploeg, maar dan heb ik wel twee andere exoten in mijn ploeg. Met 5 miljoen... Nee, jawel, 5 miljoen en 4 miljoen, twee Portugezen. Waar zijn ik die gaan halen, zeg? Wat is dit? Rui Costa. Van Intermarché, die dan aan een opleving bezig is. En hij gaat de Waalse Klassiekers rijden, ook Amstel Gold Race. En ja, hij is echt goede uitslagen aan het rijden. Voor Ciccone in Valencia een etappe gewonnen. Ja. En dan heeft hij nog ergens anders ook een etappe gewonnen. Sis gaat dat mij nu direct kunnen zeggen, want hij heeft Pro Cycling Stats bij. Trofeo Calvia. Oh, toch ook een dikke prijs gereden daar. Voor Louis Vervaeken, Ben Healy, Casper Pedersen en Axel Zangelen. Axel Zangelen, ja. Ja, Rui Costa is wel gewoon onderweg inderdaad. Een nieuwe ploeg, Intermarché. Is hem niet te vroeg aan het pieken, denk je? Ja, ik weet niet. Dat is ook al helemaal op leeftijd, 35... 36 misschien zelfs. Ja, is redelijk oud. Hè? Is redelijk oud, maar ik denk juist dat dat een voordeel is. Die mens weet nog wel dat er moet komen en ik denk dat hij daar wel rekening mee houdt. En Intermarché ook in die koersen, niet veel andere opties, denk ik. Nee, dat denk ik ook. Voor echte kopman? Ik weet het niet. Ik kan me niet echt inbeelden wie had er in de Waalse Klassiekers voor Intermarché. Ik heb daar nog heel lang getwijfeld over Kobe Goossens.
Ja. Maar die rijdt op dit moment niks van de klassiekers in zijn programma. Dus ik heb die achterwege gelaten. Ja, er zal nog wel iets bij komen, denk ik. Maar er staat momenteel nog niks op Pro Cycling Stats. Dat klopt. Nee. Maar het is wel straf, hè. Rui Costa, na vorig jaar Pozzo Vivo binnen te halen. Ja. Echt niet. Nu Rui Costa, dat waren toch twee mannen dat je goed had afgeschreven. Ja, ja. Alexander Kristoff ook. Toen, ja? Ja, maar ook. Dat was nog een... Ja, maar dat was niet helemaal afgeschreven. Nee, dat was niet afgeschreven, maar dat was wel... Kan hem het nog? Ja, dat klopt. Dat was wel een beetje de vraag. Maar de Rui Costa, dat had ik wel echt niet meer verwacht. Ik knap niet. Die heeft echt twee jaar geen platte prijzen meer gereden. Zeker nu, ja, inderdaad. Ja, ex-wereldkampioen. Ja, ik geloof, klasse verdwijnt niet. En Rui Costa wil het toch nog eens laten zien, denk ik. En dan heb ik Guerreiro gepakt van Movistar. Ook een Portugees. En die heeft ook al een paar Sava-uitslagen gereden. Is Guerreiro een Portugees? Dat is een Portugees, ja. Ja. Ik zal het direct ik ben niet op mijn nek aan het zwanzen, maar ik denk dat het een Portugees is. Dat kun je wel goed natuurlijk, maar het is een Portugees. Het is een Portugees, ja. Dus Guerreiro, vooral met oog op de Waalse klassiekers, denk ik wel. Dus die twee mannen hebben wel echt oog op de Waalse klassiekers. En dat is qua raceprogramma dat wel een beetje... Weinig in aantallen. Ja, want, dat is waar. En dat is ook wel hetgene waar ik wel meer op heb gemerkt. Mm-hmm. Je hebt zo'n koersen zoals Predende Kok zei, een hogere koersen. Wie moet het daarvoor pakken? Wie moet het daarvoor pakken? Dat is en echt moeilijk. Heb ik nu wel andere namen gepakt, dan dat is het wel een beetje het verschil, denk ik. Oké. Okay. Ik heb dan wel, voor de rest van het Vlaamse voorjaar, heb ik dan wel nog namen. We noemden er één, Axel Zengel. Een redelijk snelle man. Ja, een redelijk snelle man. Sterke man. Ik ken die ook iemand van Cofidis. Dus ik geloof daar wel in zo van die koersen dat onder het niveau omloop zitten. Hoeveel kost dat? 4 miljoen. 4 okay. miljoen. En dan heb ik daar van dezelfde ploeg ook nog Piet Allegaard gepakt. Ja. En... Dat me zo'n toffe Simone... voornaam heeft. Wat? Dat me zo'n toffe voornaam heeft. Ja, Piet. Ja, toch echt tof. Dat is echt een Vlaming, hè. Piet Allegaard. Ja, dat kan ook nog Hollander zijn, eigenlijk. Ja, misschien wel. Maar dus Simone Consoni heb ik ook nog van Cofidis. Ook een snelle man. Drie van Cofidis? Ik heb er drie van Cofidis, ja. Dat is heel niet veel. Max Walscheid? Nee, niet Max Walscheid. Nee. Dat is straf. Ja, dus ik heb daar eigenlijk vooral gemikt op die koersen er net onder. Net zoals dat Arkea eigenlijk in de Samijn bijvoorbeeld... Heel goed voor de dag kwam, zie ik Cofidis nu ook precies wel goed voor de dag komen. Ja. Van Arkea dan heb ik ook twee namen. Mathis Louvel, dat echt een koopje was, vond ik. 4 miljoen. Eigenlijk echt wel veel gereden voor ik Vlaams voorjaar. En een paar keer top 10, een heel straffe koersen. Ik heb ze nu niet opgeschreven, dus ik ga het mij misschien kunnen vertellen. Maar volgens mij zelfs in monumenten... Ronde van Vlaanderen was hij volgens mij top 20. Top 10 zelfs, denk ik. Ja, top 10, of 11e. Maar die was echt goed in het voorjaar vorig jaar. Hij begon al in omloop met een 14e plaats. Twice over Vlaanderen 19e. Ronde van Vlaanderen 17e. Parijs-Roubaix 15e. Ja, dan zijn er echt wel nog geweest. Ik heb hem ook. En we waren, omdat jij gewaard zoals gewoonlijk te laat. Ja. Hebben we nog even kunnen klappen. En... De Lucky had hij vorig jaar getipt als dark horse van Parijs-Roubaix, dus ik vroeg het eraan, geeft hij het toch wel? Nee. Hij was gewoon helemaal vergeten. Ik heb een andere tactiek ook wel meer, maar echt zo de risicopatiënten, dat niet, maar het is nog niet echt een zekerheid dat hij altijd zo veel punten gaat scoren, maar eigenlijk heeft hem vorig jaar best wel... Maar voor 4 miljoen moet dat ook geen zekerheid hebben, vind ik. Nee, maar ik zal straks uitleggen. Dan heb ik Jente Biemans ook van Arkea, die al gewonnen heeft in Oman. En de Jente is bijvoorbeeld vriend van de podcast. Ja, vriend van de show, is al hier geweest. En wat mij toen opviel, was dat hij bij Israël dat hij toch wel goed zat, maar ook niet zijn eigen kans kon gaan met een Van Marken voor zich. En ik denk dat hier bij Arkea wel meer het geval gaat zijn. Als een ploeg vol vrijbuit is, en ik denk wel dat hem... in zo'n ploeg ver kan komen. Heeft hem ook al bewezen in Oman. Ja. Dat hem zijn eigen kans kan gaan en daar wel op fantastische wijze wint. Vind ik eigenlijk heel straf dat hij heeft gewonnen. Want ik denk dat niet veel mensen dat verwacht hebben, dat Biermans zou winnen ergens in Oman. Mm-hmm. En ik vind het wel moeilijk om mannen van Arkea te pakken, gewoon omdat je niet weet
welke kaart gaan die mannen spelen? Ze zijn allemaal een beetje op dezelfde niveau. Ja. Je hebt er ook nog Tekker, die dan ook een last tweede was in de sprint. Ja. Je hebt dan nog Hofstetter, heb je nog. Je hebt nog Mozzato. Die hebben allemaal van die mannen die kunnen sprinten. Mozzato, Mozzato, die schat ik wel lager in het Vlaamse voorjaar. Ja, maar Hofstetter... Vorig jaar had hij ook al punten gescoord, of 2 jaar geleden. Hofstetter heeft heel veel punten gescoord. Hofstetter ook. Dus ik ben benieuwd eigenlijk. Ja, die gaan weer zo heel veel punten pakken, maar... Wie dat gaat is zijn, dat tactiek, weet het niet. Die hebben eigenlijk geen tactiek. Die hebben gewoon geprobeerd gewoon maar top 10 te rijden, top 10 te rijden. Zo doen die maar soms. Ja, dat is wel. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij een Tosport Vlaanderen, die daar ook niet echt een kopman hebben en daar een fantastisch voorjaar hebben gekleurd. Dat is waar, vorig jaar waren die inderdaad. Dan kom ik eigenlijk naadloos, het bruggetje direct gemaakt, bij Camille Bonneau. Die dat ik eigenlijk ook een vriend van de show, die dat ik nu gepakt heb voor de Waalse Klassiekers. Camille Bonneau heeft ook een aantal koersen gewonnen. In het Verenigd Koninkrijk één en in Tsjechië ook. En mij wel verbaasd in de zin van een jonge gast dat kon piepen. En eigenlijk als laatstejaarsbelofte, als ik me niet vergis, overgegaan. Als je bij de jeugd gaat kijken, niet de grootste uitslagen, maar... Als je de verhalen erachter wel hoort, dan weet je wel dat dat een jongen is die altijd een beetje wat onderschat is geweest. En ik geloof nu wel dat hem nog eens een stap kan zetten. En een top 20 zie ik wel zeker gebeuren in een Waalse pijl bijvoorbeeld. Ja. Ik denk nu wel, voor zo'n jongen is het wel moeilijk om zo echt een stap te maken van een koers winnen in Tsjechië, bij wijze van spreken, naar een top 10 of een top 15 rijden in de Waalse pijl in een... In een Amstel Gold Race of zo. En... Leuk, denk ik, dat misschien te zwaar gaat zijn. Maar een Waalse pijl zie ik 3 miljoen. Daar was hem ook, daar ook zelf over gepraat in de podcast met ons. Dat hem daar eigenlijk echt goede benen had. Wie weet dat hem dit jaar wel. Dan nog iemand die hier in de podcast is gekomen. Dat is precies dat ik niemand anders ken. Maar dat is Lennart van Eetveld. Jong talent van Lotto. Ook al straffe dingen laten zien. En volgens mij, Sis, als je hem even kunt opzoeken, dit voorjaar ook een tweede plaats al gereden. En een derde plaats al. Oké. Okay. Ik denk dat in Spanje. Heeft ja, in Spanje. Een, ja, tweede, tweede en derde, inderdaad. Ja. Allebei in Spanje. Dus ja, inderdaad. Ja. Echt al sterk bezig. Ja, dus, maar ook weer hetzelfde verhaal. Als het niveau hoger gaat en de grote mannen zijn aan de start, de Waalse pijl, dan de Amstel Gold Race. Dat is waar, dat is waar. Maar ik wou vooral eigenlijk al mannen op voorhand hebben in mijn ploeg die dat zeker die was klassiekers gaan rijden. Dat is ook een beetje een tactiek. Waarom? Ja, je kunt er maar 10 opstellen, denk ik, hè, in het Vlaamse voorjaar in een ploeg. Ja, ik heb er heel veel die daar meedoen in het Vlaamse voorjaar. Dus dan snap heb ik toch ook keuzes moeten maken. Ja. De laatste dan, een hele onbekende... Met 1 miljoen en eigenlijk gewoon gepakt voor zijn naam Rudy Porter van Jaico Alula. Dat is oude, oude bike exchange. Ja. Ja, ik moest wat budget vrijmaken, maar ik geloof dat Rudy ook nog wel eens iets kan laten zien. Ik heb een interview gelezen dat hij uitkeek naar het voorjaar. Ik heb wel gezien dat er nog niks op het programma staat van Rudy. Ik wou het juist opzoeken. Maar waarom niet? Als ze iemand gekocht hebben bij Jaico Alula, dan komt Rudy Porter. Dat gaat wel vullen. De mate heet ook Rudy, dat is ook de special one. Dus, dat is ook dat is daarmee eigenlijk. Hij heeft al 2 races gereden deze jaar. Ja. In Criterium 31ste en dan het Nationale Kampioenschap van Australië. DNF. DNF. Als je dat ziet, dan weet je van de Rudy. Het zat een koppetje toen niet goed bij de Rudy. Dus, kan toch goed. Nee. Dus dat was mijn ploeg eigenlijk al. Ik denk een goede gebalanceerde ploeg wel, Ik kan er wel op verder gaan, verder boren. Wel, wel al direct opvallend. Ja. Geen van Quickstep. Ja, niemand. Niemand van Quickstep. Waarom? Je hebt dan die 2 sprinters dat zich wat kan verhouden. Alaphilippe weet ik eigenlijk niet goed hoe dat die eigenlijk van al die pech er terug uit gaat komen. Terwijl dat ik die zekerheid wel heb bij bijvoorbeeld een Van Aert. En ik denk ook meer zekerheid bij een Pidcock dan nu... Op dit moment ben ik Alaphilippe. Ik heb ook geen Seneschal genomen. Die zat eerst in mijn ploeg, maar ik moest keuzes maken. En ik heb dan gekozen voor die 2 mannen van Ineos erbij te pakken. Lampaard heb ik er ook niet bij dan. Ik vond ook Lampaard points per miljoen, 7 miljoen. Is eigenlijk, is eigenlijk te duur. Als je nu puur het spel wilt spelen, dan denk ik niet dat je Lampaard moet nemen. Dat denk ik dus misschien ook. Misschien dat hem wel in koersen zoals Waarder Vlaanderen bijvoorbeeld...
Vooral in de ronde heeft van hij ook Vlaanderen. Al eens gewonnen, hè? Dat, is voilà, dus, dat kan wel dan. Dus kan hem misschien wel uitpakken, maar... Ja, en Ballerini? Wie? Davide Ballerini. Ballerini heeft vorig jaar... Askren. Echt... Wie gaat die nog Askren. Pakken? Ook niet gepakt. Ballerini... Oké, okay, zo snel komen we straks nog bij. Ballerini, wil ik toch even zeggen, ik heb de uitslag van vorig jaar bijgehaald en dat was eigenlijk redelijk dramatisch. Omlopen? Nee, het was nee, twee jaar geleden. Ja, 2 jaar geleden, maar de uitslag van vorig jaar trekken op die veel. Het ding is ook, en, gewoon, bij Quickstep ja. van Merlier of Jacobsen, die pakken zo... De een rijdt aan en dan rijdt de ander daar. Dat is zo, ja, die rijden niet zo heel dat schema van Gent-Wevelgem, Kuurne-Brussel-Kuurne, dat is zo de een pakt dan. Dus je weet eigenlijk niet hoe, hadden die nu brood gezegd van we gaan alles op Merlier zetten voor de sprints in die koersen dat er nu komen. Maar het wordt te veel afgewisseld. En dan kun je gewoon niet echt weten van ja, dat is iets te weinig voor ze te pakken, vind ik ook. Ik heb ook persoonlijk geen van Quickstep genomen. Oké, dat zijn we met twee. Ik denk dat we de enige twee zijn van heel dat spel dat misschien. Dat denk ik ook niet, want ik was, ik had mijn ploeg opgemaakt. Maar het is gewoon ook niemand overtuigd van Quickstep mij op dit moment. Dus Asgreen gaat wel... Asgreen gaat goed zijn. Ik denk dat Stato ook wel nummer 1 man gaat zijn. Of misschien Alaphilippe ook, want dat weet dat is eigenlijk puur de mist eigenlijk met Alaphilippe. Ik weet niet wat daarmee gaat. Voor hetzelfde geld gaat hij top zijn, hè? Ja. Dat weet hij helemaal niet. Ik denk wel als Van Aert en Van der Poel gaan, dat gaan er toch niet veel kunnen aanhaken. En ik denk ook Alaphilippe misschien niet. Ja, weet je nog 2 jaar geleden in de Ronde van Vlaanderen met de motor. Er is al veel gebeurd ondertussen. Toen was hij de beste. Er is al veel gebeurd ondertussen. Ja, hij heeft daar gewoon echt al superveel pech gekend. Dat is ja, maar niemand zegt dat niet kan terugkomen natuurlijk. Nee, dus, maar dan bro. Ik ben er ook niet van overtuigd. Het wordt elke keer moeilijker en moeilijker om daarvan terug te komen. Kijk naar Sagan van Aermaat, Haase, heel die categorie. Dat is eigenlijk zot, hè. Dus van die oude lichting eigenlijk niemand genomen. Ik had Sagan heel de tijd op mijn ploeg staan. Ik heb er uiteindelijk niet in staan. Maar dat is altijd een gok geweest. 5 miljoen voor Sagan. Ja, oké. Als je dat er... Tom de Vriend kost 5 miljoen, hè. Ja, ik bedoel, dat heeft me echt zeer om te zien. Want ik snap ook wel dat 5 miljoen kost, maar van... Damn, Sagan. Snap je? Want dat kan niet dat je... Dus ik kwam elke ploeg pakken, maar uiteindelijk had toch puur voor het spel gegaan. Ja. Dus ik zal er misschien aan beginnen. Tom de Vriend zit wel in die prachtige ploeg. Hè? Ja, die met niet uit de spreken naam, maar Q36 of wat is. Ik weet niet. Ik begin er niet aan. Ik zeg gewoon Tom de Vriend van, van België. Yes. Zal ik verder doorboren met mijn ploeg? Dus de eerste namen gaan we niet meer moeten overlopen. Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Pogacar, Pitcock, Terlie, Philipsen. Dan komt er iets anders bij mij. Dan heb ik Kostner Fruij gekozen. Dat had ik ook vorig jaar gekozen. En ik denk bij AG Dauxerre hebben ze een beetje een probleem. Van Aermaat naast ze gaan die nog mee kunnen. En ik denk dat ze daardoor Kostner-Fruij ook al gaat omloop ook al rijden. Dus ik kan ze ook wel meer kunnen inschakelen naar de Vlaamse klassiekers. En dat was vorig jaar ook al best goed in de Amstel Gold Race, et cetera. Dus daarmee die naam. Dan heb ik ook wel gekozen voor Kampenaerts ook. Tweede man van Lotto. Gewoon puur om het feit ook van weer voorste klassiekers. En ja... Het is wel de sterkste man ook wel bergop, na misschien Terlie eigenlijk de sterkste, maar Kampenaerts moet er toch wel aanlonen. Ja, het is... Je hebt al wel zekerheid dat hem 3 keer top 5 gaat rijden. Dat wil ik al wel zeggen. En al is het in kleinere koersen... Ik heb ook gekozen voor Samay. Die koers gaat ook rijden waarschijnlijk. Ja, die gaat hem. Lokere koersen, je weet dat hem daar ook kan wegrijden of zo, je weet dat niet. En dat in die koersen, waar het er eigenlijk zo de grote mannen niet rijden, kan Kampenaerts wel scoren. Dat denk ik ook wel. Dan heb ik de ploegmaat van UAE van Pogacar gekozen, en dat is Hirschi. Dat is eigenlijk misschien wel een beetje een dark horse ook, maar is ook al goed onderweg. Hij is nu weer vierde in de GP Jaén in Spanje, waar Pogacar heeft gewonnen nu deze week nog, gisteren. Oké. Reed echt goed. Ik had eerst Tim Welles van UAE. Was derde weer in de... Ja, ik weet het, maar... ik vind dat echt een... Ja. Maar Welles, ik heb er interviews van gelezen en het is wel waar het om zegt. Het is, de resultaten waren de laatste jaren niet, maar uiteindelijk... 2019 had hij wel degelijk gereden en had hij wel een punt gescoord, maar ik denk dat Hirschi ook wel een goede alternatief is. Was wel een miljoentje duurder ook wel als Welles, dus... Hirschi... Ja, gewoon de laatste 2 jaar, mede door blessures, weinig van gezien, maar... Ja, het blijft een toptalent. Ja, de laatste jaar komt er weer door. Ja. Ja, zeker en vast. Het najaar van 2022 was echt niet slecht. Ja. En hij begint weer goed aan. En met Pogacar en steun. Oké, als hij bijvoorbeeld Strade Bianchi wint, Pogacar, ploegmaat, 5 punten weer. En die gaat ook wel in het wiel kunnen zitten dan als Pogacar weg is met de achtervolgende groep en dan eventueel wat top 10 kunnen rijden. Zin ik Hirschi wel doen. Ja, de volgende heb ik Fred Wright gepakt.
Heel lang over getwijfeld ook wel. Ook over getwijfeld hoor. 6 miljoen ook. Ik denk dat dat wel een koopknok is, zeker voor Ronde van Vlaanderen weer. Type renner kan sprinten, kan alles aan. Bahrein, denk ik ook wel kopman. Kopman kan daar zijn gang gaan. Beetje misschien zoals Colbrelli vroeger die rol had. Ja, heeft Wright dat denk ik ook wel dat Wright die leemte iets of wat kan. Maar ik vind het toch ook wel ergens een gok. Je hebt wel een goed jaar gereden, maar moet nu wel echt bevestigen, vind ik. Ja, ze, maar toch vorig jaar Ronde van Spanje was hem ook wel indrukwekkend. Ja, ja, hij was heel goed, maar het is bevestigen het jaar erop, dat is altijd moeilijk. Dat is waar. Dus, zeker, als je kijkt naar Vermeers vorig jaar, en 2 jaar geleden in Parijs-Roubaix, was er vorig jaar toch niet echt uitgekomen. Maar ik verwacht nu ook al meer iets van Vermeers. Ik ook, maar ik heb hem ook even in mijn ploeg gehad, maar dan toch voor iemand anders gegaan. Ja, bergop gaat hem net niet de mannen kunnen volgen zoals een turner, zoals de dingen. Dat is geen zekerheid, hè? Nee. Denk ik, hè? Maar dat is allemaal zo praat vooraf. Dat weten we natuurlijk niet. Wie weet dat het wel kan. Dan heb ik ook wel Rasmus Stiller genomen. 5 miljoen ook. Ja, sterk in Denen. En heeft ook al bevestigd. En ik snap niet waarom het nog altijd bij Uno Pro is. Ja, Uno X. Ja, dat weet ik ook. Je moet daar naar een grote ploeg gaan. Dit is echt goed. Die kan echt van alles. Dat was volgens mij een van de meest gekozen renners van vorig jaar op Sporza Wielen. Ik had hem niet. Ja, ik wel toen. Ja, ik ook. En toen heeft hem ook wat teleurgesteld. Vond je dat? Nee, heeft wel wat punten gehaald, maar... En ja, dat ik volgens zus, hij heeft niet heel veel top 10 gereden hoor. Heeft toen wel wat uitslagen gereden. Ik denk het wel. In de omloop was het toch al goed getrekt. In de omloop was hij goed, maar... Ik ben even... Ja. Omloop 6. Ja. Dus aan mij 9. Ja, nog een koersen 6. Maar ja, dat is... Ja, zie dat. Maar dat zijn de punten dat je nodig hebt. Dat zijn hebt, de punten eigenlijk. Dat je misschien wel nodig hebt. Ja, maar dat zijn... Dan krijg je minder punten voor. Ja. Dat is waar. Dat is waar. Maar zo'n mannen die zijn dan uitgespeeld naar Ronde van Vlaanderen. En dan kunnen we wel wisselen. Ja, dus dat is een beetje... 5 miljoen, dat is toch al... Ja, dat is wel natuurlijk wat geld, natuurlijk. Maar ik heb heel veel van 5 miljoen. Ik heb ook nog Jordi Meus van 5 miljoen, voor 5 miljoen gekozen. Dat is een goede keuze. Ja, en ook kopman daar, Bora. Echt sterk bezig, hè. Dan ook Søren Krag Andersen gekozen. Toch? Alpecin, de koning ook erbij. Dat is wel een beetje een enigma, vind ik. Want je kan soms keihard rijden. Ik zeg vorig jaar als eerste over de... Milan Sanremo kan hem al opschrijven bij de eerste 10. Hè. Als eerste over de potje vorig jaar. Echt supersterk. Maar dan ook, je moet eens kijken. De 2022 is de laatste koersen. Naar Canada gegaan. 3 keer DNF. Gewoon echt naar Canada gegaan voor niks. Eigenlijk gewoon. Dat je denkt, 3 keer maal tegen zijn goesting daar. Verschillende problemen met zijn ploeg. Allee, dat is echt een hele vreemde coureur. 2 jaar geleden naar Ronde van Frankrijk, alles kapot gereden. Dan weer weggezakt. Maar zat ook wel bij Team DSM. Ja, en... Ja, maar ja, het is toch raar dat je dan... Ik weet het niet. Dit is... En weet je wat zijn doel is dit jaar? Nee. Milan Sanremo zeker? Dat is aan mij. Heeft hem zelf in een interview gezegd. Dat is zijn... Een laag doel voor Søren Krag. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ik vind het ook een laag doel, want ik heb hem zelf ook genomen. Maar volgens mij... Ja, het zegt iets lager en daar wil hem zeker presteren. Maar in een andere koers gaat hem volgens mij ook. Ja, en hij gaat sowieso meegaan met Alpecin de Koninck naar die koersen. Dus. Heeft hij al een goede voorjaar gereden tot nu toe? Het is geen constante renner. Dat ik zeg, van, het is wel afwisselend soms. Want vorig jaar ook, omloop start hem 100ste of zo. En dan een paar weken later Milan Sanremo, dan 6e en zo. Dat je echt denkt, van wat heb jij tussentijd gedaan? Dus omloop 103. Ja, Milan Sanremo 7st, E3... Dit not finish. Gent-Wevelgem 5. Dat is dus... Het gaat over... Het gaat over de verhaal. Daar moet ik een boek van schrijven. De verhalen van Søren Krag. Een bestseller. Dan heb ik Jonathan Milan genomen ook. Ik weet niet dat je die kent. Echt een beest van een renner ook. Ik heb die... De Saudi-tour al sterk in de sprint bezig. Nee. Ik heb die deze weekend goud zien pakken. Op de individueel achtervolging EK. Bam, Jolen. Ja, dat is echt een tank. Echt een tank. Ja, en hoe groot is die man? Ja. Ik denk, maar ik wil het te veel zeggen. Ik had pannen. Ja, dat is echt fantastisch. Dat moet je allemaal weten. Nee, maar dat is echt een beest. En het valt me ook al op wat jij zegt. Tegenwoordig grote mannen, terwijl hier het spel van het licht naar beneden valt. Ongelooflijk. Er zijn tegenwoordig meer en meer grotere renners. Dat echt sterk zijn bergop. Zoals een Turner, zoals Milan. Van Aert ook. Die dat je echt denkt van... Allee, dat vind ik ook wel straf, dat er terug wat meer grote renners ook bergop wat mee kunnen. Een 1,94 meter. Ja, voilà. De vraag is wel, gaat hem kunnen overleven in grotere koersen zoals Ronde van Vlaanderen? Dat weet ik niet. En dan, dus eigenlijk heb ik allemaal toppers gepakt. Dus ik heb nu de glitch eigenlijk in het systeem. Ja. 4 man van Jayco. Ook Rudy Poortier? Allemaal.
Er was vier man van Jake over één miljoen. Ik heb die al vier gepakt. Ja. Dat is nou toch ook niet plezant. Dat was zo moet het spel spelen. Dus je offert eigenlijk vier man. Ik steal het. Ja, zo spel ik het spel. Er is een glitch in het systeem. Vier man van 1 miljoen. Ja, dat is zo. Ik pak ze gewoon. Ik vind dat een heel rare beslissing. Ja, ik blijf er toch bij. Ik begrijp niet gewoon dat er nu vier man van 1 miljoen is genomen. Ja, dat vind ik ook. Dat was de vorige jaar toch al nee, echt dus niet. Ik heb die gewoon alle vier genomen. En bijvoorbeeld, die een Engelhard, die gaat wel omloop al rijden. Felix Engelhard. Maar hij staat niet in de omloop tot net erin, want okay. Ik heb een selectie al gemaakt. Dus dat waren ze. Ja. De Felix blijft toch op de bank. Felix blijft op de bank heel zijn leven. Keurne gaat hem ook rijden en Strade Bianchi ook. Ja, wel, misschien is dat wel. Je weet, is dat wel de verrassing. Felix Engelhard. Ik heb totaal niet opgezocht naar die mannen. Ik heb ze gewoon genomen. Komt van het team Tirol. Ja, en daar weten ze toch wel bij. Dat is wel bergop. Al ja. Nee, het is. Ja, ik had het. Anders gedaan, zal ik zeggen. Als ik ja, tuurlijk. Maar ik snap het wel, maar ik heb het zo gedaan. Ik wil zo weinig mogelijk risico's in mijn ploeg. Echt mannen dat je denkt van, ja, kan die wel ergens iets kunnen doen of zo. En zo is ergens 14 rij, ik wil gewoon winnaars hebben. Ik heb volgens mij al de winnaars eruit gepikt dat mogelijk zouden kunnen zijn. En daarmee dat met een tactiek is. Oké. Ja, ik heb een andere tactiek gepakt. Nee, ga het komen. Ik heb heel veel mannen van de middenmoot erin gezet, omdat er zoals andere jaren, de laatste jaren is er echt wel veel verschillende winnaars tegenwoordig. Ja, dat vind ik ook. En daarmee dat je al zegt, nu, of Lucas zegt vooral, ik heb alle winnaars gepakt. Ja, dat is niet sinds zeker, want ik heb Germain niet, wil ik ook in mijn ploeg Pedersen. Dat ik had er vorig jaar verwacht dat Germain ging winnen? Ik, want ik had hem in mijn ploeg. Ik heb daar nog een set voor gaan tevelen gehad. Wie had hem verwacht van Magnus Sheffield? Ik had hem in mijn ploeg staan vorig jaar. Ja, maar dat zijn mannen, dat zijn wel twee winnaars dat niemand had verwacht. Van toen, Germain was 3 miljoen, Sheffield was volgens mij 2,5 maar. 2,5. Ja, dat was echt niks. Dus ik heb een hele grote middenmoot. Ja. Maar oké. Ja, zeg maar. Kan ook. Ik zeg het, 16 renners staan vast. 4 niet. Ik ga niet zeggen welke 4. ik heb, zoals iedereen denk ik, Van der Poel, Van Aert en De Lee, dat zijn de topmannen denk ik. En ik denk als je die moeten in je ploeg hebben. Ja, ik denk als je die niet in je ploeg hebt, dan kun je beter al naar de Formule 1 beginnen zien. Ik weet niet dat De Lee eigenlijk zo'n zekerheid was. Eigenlijk. De Lee is zo'n zekerheid, maar als De Lee gaat echt op de 10 gaat hij toch. Ik denk dat elke Belg gaat hem in zijn ploeg. Ja, eigenlijk is het wel een zekerheid, dus inderdaad, Formule 1. En als je geen Belg bent, dan spoel je ook geen sports en wielrennen. dan heb ik bij 8 miljoen 3 mannen dat je al niet hebt genomen. Kasper Asgreen, die had vorig jaar heel veel pech, was ziek, corona. Maar ik geloof er nog altijd in. Ja, en ik snap er wel. Ik geloof er ook wel eigenlijk nog in, maar... Dat je moet keuze maken, benodel ik ook. Dat is inderdaad. Kasper Asgreen, als ik er één zou pakken, dan kun je dat presenteren wel. Ja, ik ook. Maar ik heb dan voor Philipsen gekozen, gewoon omdat ik dan... Ja, Philipsen heb ik dan ook, maar... Ja, je moet ergens keuzes maken. Het is natuurlijk, Pidcock met 9 miljoen. Pogacar met 11 miljoen. Daar spaarde heel veel miljoenen mee door gewoon 2 man of 3 man van 8 miljoen te pakken. Maar dat zijn keuzes. Ik zou toch wel aanraden om Pogacar te pakken. Zeker Strade Bianchi. Ja, maar jij raakt dus zo'n stok aan voor 4 man van 1 miljoen te pakken. dat is gewoon met een tactiek. Ik heb dat niet aanraden, maar dat is met een tactiek. Engel Hart en Rudy Porter. Wat is het? Ja, maar uiteindelijk, met de bankpunten zit er niks. Nee. Je moet gewoon... Ik heb er nog altijd 4 op de bank zitten daarna, denk ik. Ja, dat kan. Dus Dan ga ik met 8 miljoen door met Germain. Die reed ook maar 6 koersen, daarmee dat hem ook nog niet zeker is in mijn ploeg, dat wil ik wel zeggen. Maar bij die 6 koersen, als hem daar 2 keer in top 3 is, is het eigenlijk al genoeg. Ja, ik denk ook Germain gaat echt Milan-San Remo willen focussen, denk ik. Dat denk ik ook. Dat gaat zijn doel zijn. Zijn grote doel van het voorjaar. Mm. Wie gaat dat als, bij die grote mannen dan echt als groot doel? Ik denk dat Van Aert liever is in een piek elders ligt. Mats Pedersen ook wel, denk ik. Van der Poel misschien ook. Ja, ik denk dat er nog wel heel veel mensen pieken naar Milan-San Remo. Maar ik denk Germain zijn de sprint op laatste. Want hij kan dan... Ik kan dan over sowieso over. Ja. Daar twijfel ik zelfs niet over. Maar zijn een sprint, dan moet het toch al wel van ver komen. Ja, inderdaad. Dus het is echt een... Germain is wel nog win om te nemen. Ja. Ik heb hem eigenlijk 5 minuten voor de uitzending nog vervangen.
Ik had daar benoemd staan en ik ben toch voor Laporte gegaan. Mm. Een logische keuze. Dat vind ik ook wel logischer. Laporte is iets meer benaar. Ja, maar ik denk dat Benoot zijn programma veel anders ligt dan Van Aert. En Laporte gaat meer zijn programma samenhangen met Van Aert. En dan, ja, is het qua puntenaantal misschien het voordeel van Benoot? Ja, ja, dat bedoel ik wel. Ja, ja. Want ik was zelfs nog niet zeker dat ik Van Aert mijn ploeg ging pakken. Omdat je zit met Van Baarle, Laporte en Benoot. Dus juist nog zeggen, maar als je die niet in het ploeg hebt... Ja, ik weet het. Maar ja, tuurlijk pakken, want je kunt er niet omheen. Nee. Maar volgens mij gaat hem veel overwinningen laten liggen, omdat er één van de drie weg is. En daarom gaan... ook dat we maar één van Jumbo-Visma in de ploeg hebben genomen. Ja, tuurlijk. En daarmee ook dat ik van Arkei bijvoorbeeld geen heb genomen, omdat ik niet weet van wie gaat daar de beste man van zijn. En ja. Nog zo. Ja, dan Philipsen natuurlijk, ja. Dat is de Poulet van de Kempen. Prachtig. Quinn Simmons. Ja. Heb ik ook genomen. Goeie keuze. Ben Turner, ook genomen. En dan komen we bij de mannen van 5 miljoen. Jordi Meus. Ja. De sprinter van Bora. Ja. Rijdt ook wel veel. En bij Bora zag ik ook eigenlijk niet echt... Ik zal... Eigenlijk zwakke ploeg, hè, Bora. Ja, ik... Want ja. Bora heeft echt niet zo'n goede ploeg in het voorjaar. Het is wel voor de Heuvelklassiekers, hebben ze een heel goede ploeg. Maar voor de rest hebben daar Sam Bennett, Niels Pollet. Ja, Pollet zijn... kan wel van dienst zijn voor Meus. Ja, Bob Jungels, ik weet niet, ken je zijn programma natuurlijk niet. Jungels, dat gaat weer ook... Ja, ook had vorig jaar wel een heel goed jaar. Ja, absoluut, met een uitschieter in een Tour. Maar dat is ook weer zo, je kunt er geen gif op nemen dat hij goed gaat zijn. Nee, ook een soort enigma eigenlijk. Ja. Ik heb wel eens gelezen dat hij een drankprobleem had, vroeger. Ja. Maar dat is hem vanaf. Niet iedereen, die het staat al vanaf. Maar, Dan de mannen, ja, de andere mannen van 5 miljoen. We hebben het er straks al over de drietand van Ineos. Voor mij is de viertand Narváez. Ik heb hem toch genomen. Ja, ik vind het wel een goede keuze, Narváez. Vorig jaar wel een sterk jaar gereden. Is nog wel gevallen in Argentinië. Daarmee dat ik ook nog niet zeker ben, want zijn voorbereiding zou niet in het gedrang komen. Maar ja, als hem dan toch niet gaat starten in het omloop, ja, dan gaat hem er toch wel uitgaan. Ja. Maar ik verwacht ook, ik vind dat Ineos... Je moet er een paar van... We hebben er nu allebei drie en jij vier dan? Mm-hmm. Nee, ik heb er maar twee van. Hè. Ik heb geen Sheffield en geen Pidcock. Maar in ieder geval toch meer als twee. Vind ik wel, Ineos gaat eigenlijk points per million, vind ik dat eigenlijk de beste. Ja, vind ik dat best meevallen en eigenlijk niet verwachten. Allee, ik bedoel, als je 2 jaar geleden gaat terugkijken, wie haalt die het voor jaar? Pidcock, Die reed zo op kop zo en dan zo tempo blokken zo. Dat was het Ineos toen. Of dat was eigenlijk Team Sky was dat meer. Team Sky, ja. Maar dan dingen naar Vijers, die hadden dan... Oh, amai, bij Ineos hebben ze toch nog één dat de klassiekers kan rijden. Ja. En nu hadden die twee... Die komen niets eigenlijk, die mannen. Die mannen komen echt tot niks. Ja. Ik, dat is supersterk. Ik zal de resultaten van naar Vijers er even bij nemen. Vorig jaar 6 in Strade. 6 E3. Goh, dat kun je bergop, hè. Dan vind ik toch al dat je... Ja, dan kun je echt heel goed bergop. Ja, en dat is echt... En dan met een andere van 5 miljoen, Intermarché. Mike Teunissen rijdt zo goed als alles. Af van tot aan Luik natuurlijk. Ah ja, tot aan de Waalse. En ja, heeft een sprint. Germain gaat maar 6 koersen rijden. En de rest gaat hem volgens mij kopman zijn. Er gaan heel veel mannen wel gewoon vrijbuiters zijn, zoals een Laurens Rijks gaat daarbij zijn. Maar ik denk dat Mike Teunissen ook wel iets wil bewijzen van ik kom van Jumbo, maar ik kan het ook gewoon zelf afmaken. Ik hoop het. Ik hoop het voor hem. Allee, want het laatste jaar was het ook niet heel top. Maar misschien had hem nu bij Intermarché wel... Dat was hem ook gevallen, dacht ik. Hè? Of hij had wel iets voor vorig jaar. Dat zou kunnen, ja. Inderdaad, ja. Ik denk dat vorig jaar was op zeep. Ja, want toen dachten we wel, die gaat misschien wel vanuit wat meer kunnen bijstaan, maar dan is het niet echt goed verlopen. Maar ja, het zal zeker als hem zijn niveau terugvindt, is het een fantastische keuze. En een goede ploeg voor het rijden voor die jongen nu. Intermarché, goede ploeg voor het rijden. Goede de schaduw ook van Germay, denk ik. En als Germay dan niet rijdt, kan hem zelfs in kans gaan. Dus wel een goede keuze, denk ik, te maken. Ook, ja. Dan de mannen van 4 miljoen. Louvel van Arkea, Sangle van Cofidis. Die waren al genoemd. Biermans heb ik ook genomen. Ja. Dat vind ik wel straf dat je zo de Sangle neemt ook. Die was volgens mij vandaag of gisteren nog tweede. Ja, top 3 alstublieft, denk ik. Ik heb het hier, Tour of Oman. Hij is echt wel goed bezig, Zangle. Ulissi, Zangle, Schelling. Toch wel... Is hij tweede? Ja.
Volgens mij, een sterk renner bij Cofidis krijgt hem ook volgens mij heel veel ruimte. Mm-hmm. En dat kan toch wel iets betekenen. Dan, ja, voor 4 miljoen, Uno X. Weer een schuld? Weer een schuld. Daar heb ik ook al lang over getwijfeld. De, wereldkampioen bij de U23. Jij hoort een kuil donder, dus als ik... ik weet niet veel over wie dat gaat. ja, ik had dat vorig jaar ook gedaan. Naar het wereldkampioenschap U23 gezien. Maar toen was hij aan Leuven, dus daar was dat wel een betere redenering. Toen hadden Ayuso, Baroncini, denk maar ik. Van Ayuso, van Trek. Mm. Maar die was toen geblesseerd vorig jaar. Want die had zijn sleutelbeen volgens mij over. En dan had Germay. Dat was de top 3 in Leuven. Ja. Maar ja, Ayuso, daar had iedereen al van gehoord. Ja, maar dat wil ik maar zien. En nu hebben we de schuld niet ook zo. Want die kan alles. Die kan sprinten en die kan bergop. Die kan echt... En die redenering heb ik ook gewoon teruggemaakt van... Ja, ja, ja. Ik pak hem gewoon terug. Maar het straffen is eigenlijk... Die is bij de belofte wereldkampioen tijdrijden. En nu wint hij een sprint in Saoedi-Arabië, denk ik. Deze jaar heeft hij al een sprint gewonnen. Een massasprint. Ja, ik had het ook al gelezen. Type van Aert, dus ik kan het overdrijven. Ja, ja, in de Saoedi-tour. Ook weer een lange gast, echt een beer. En ik heb er ook een artikel van gelezen, blijkbaar zou die gefigureerd hebben, in de serie Vikings. Sorry. Dat is niet waar. Ik wou al te zeggen, hier hadden echt mensen met te veel tijd. Vikings, ik zie dat al staan. Dat is een goed spijtje. Oh, dat ik 2 seconden mee worden, was echt En dan hadden nog 2... hier moet ik toch serieus kunnen zijn. 2 mannen van FDG, voor 3 miljoen. Ja. Samuel Watson, reed heel veel, is een jong talent, kan... Ja, het is eigenlijk gewoon een pure gok. Mm. En dat was ook een tip van Kopman, hè? De Sporta podcast, waar ze ook tips geven over... Ik zeg niet waar dat ik mijn bronnen haal, maar het kan. Daar heb ik ze naar verwijzen, voor echte tips moeten daar zijn. We hebben het gewoon onze ploegen. Oké, het klopt. En dan een man, die hebben ze ook in de Kopman gezegd, maar die hebben we hier vorig jaar heel veel besproken. Romain, kijk waar. Ja, dit is top geweest bij de jeugd. Dus, bij de belofte. En ik verwacht er echt nu al iets van in de Waalse klassiekers. Ja. Niet dat hem daar top 3 gaat rijden, maar bijvoorbeeld 2 keer top 10 is al genoeg voor mij, voor een van 3 miljoen. Ja, we hebben het hier vorig jaar al een paar keer over gehad. En als je hier in België in deze podcast al gezegd wordt als jonge Fransman, dan denk ik wel dat je iets... Het ding is ook gewoon, die mannen die komen over aan de belofte. En vroeger was dat dan een paar jaar nog rijpen en nu trekt meedoen. En dat is wel de keuze inderdaad. Maar het blijft ergens nog altijd risico. Want bijvoorbeeld Sheffield, dat was harde de ploeg van vorig jaar naar nu. Is dat een zekerheid dat ook Grégoire en Van Eetveld en die mannen dat ook gaan doen? Denk het niet. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ik denk niet dat dat... Nee, dat is geen zekerheid. Maar ja, voor 3 miljoen, ja, snap ik wel dat je zo iemand pakt. Dat wel, dat snap ik ook. Ja, ik heb er ook nog over getwijfeld, maar ik zeg dat Van Eetveld al beter gepresteerd had in de voorbereiding, dus dan heb ik toch voor Van Eetveld gekozen. Ja, dat is waar. Ja, het is spijtig, want bij FDG zat een van mijn all-time favorites, Stefan Koen. Maar ik heb hem momenteel nog niet ingekregen. En ook gewoon met de reden van, hij heeft geen sprinten. Ja, ik heb ook wel het gevoel bij Kung, die blijft zo'n beetje hangen op het niveau wat hem altijd een beetje was. Gewoon net niet altijd. Ja, supergoed, altijd finale, maar zo net niet sterk genoeg voor het verschil te maken of toch eens een keer te winnen. En ja, ik had hem vorig jaar killer in Kung. Getipt voor Parijs-Roubaix. En derd was hem toen, of tweede, ik weet het al meer zeker. Hij was heel goed in Parijs-Roubaix. Ja. Dat weet ik ook niet. Zal het nog eens even opzoeken. Maar ik vind het wel heel spijtig dat ik hem... echt er niet in kreeg. Maar misschien gaat het nog lukken, natuurlijk. Hij was vorig jaar derd, inderdaad. Als je mijn glitch gebruikt, dan kun je hem misschien wel erin krijgen. Ja, zo is het wel, hè? Sorry, maar die Engeland hart en die party, die komt echt niet in mijn bus. Mijn bus zit vol. Nee, ik heb hier wel eens vee maken. Is dat voor de bus? Come on. Ik heb hem nog eerder genomen. Van Sport Vlaanderen, vriend van de show. Bart van Hoofd. Ja, die heb ik ook tegengekomen, maar dat kreeg ik ook niet meer in mijn ploeg. Budget vrijmaken, zoals hij. Ja, dus inderdaad. Engelenacht of zo moet ik misschien doen. Ja, ik heb al heel veel vrienden van de show. Van Eetveld, Bonneu en Biermans. Dus ja. Ja, het is... Het is moeilijk kiezen, gewoon. Het is opvallend. Ik heb heel veel subtoppers, wat ik iets van verwacht. En ja... Dat is dan ook mooi om...
te zeggen van... Zie je, die staat aan mijn ploeg. Ja. Ik ben er toch maar weer opgekomen. Ik heb heel lang getwijfeld aan een paar man. Waar ik ook heel veel spijt van heb, dat ik Stibar niet in mijn ploeg kan hebben. Ja, maar dat is mee, dat denk ik wel dat dat meer op het gevoel is. Dus Stibar nog pakken. Ja, maar die heeft wel een goede ploeg, hè, met Rudy Porter daar. En, ik was aan het denken, wie ga ik net zeggen? Wie ga ik net zeggen? Ik denk Turbridge. Nee, maar dat is wel... ja, dat is emotioneel natuurlijk. Dat je... ja. Maar daar rijdt ook wel heel veel, Stibar. Dus, dat klopt. Maar verwacht er nog wel iets van? Of nee, toch totaal het gaat moeilijk worden. Het gaat heel moeilijk worden. Ja. Ik denk dat het mezelf ook wel weet. Mm-hmm. Ja, dan, dat was mijn ploeg. Voor de rest. Alright. Nee, dat... Misschien nog rap. Pronostiek. Pronostiekje dat we moeten maken voor de omloop. Of gaan we er eerst nog een weddenschap opzetten wie dat van Os met 4, want ik tel dan de Ruben zijn ploeg mee en ik weet dat hij achter mij gaat eindigen. Wat dat we gaan doen? Dat is iets allemaal last minute allemaal, ik had deze verteld. Wat gaan we doen? Is gaan eten met 4 en de verliezer betaalt 2 flessen wijn. Ja, ja. Voor mij is dat goed. Ik heb voor mij is dat goed, maar dat gaan maar dan mogen we volgende keer switchen, hè, want dat, moet, dat is deze ploeg. Ja, nee. Ja, maar ja. Ik heb gezegd, ik switch er nog 4. Hè. Ja, ik de eerste discussies zijn al losgebarst. Oké, tegen volgende week weten we wel te zeggen wat het weddenschap is. Voilà, dat was de eerste van het nieuwe wielerjaar. Yes. Pas plezant. Ja. Is het plezant misschien? Ja. Ja, dat hebben we serieus moeten aanpakken. Jij wou nog een pronostiekje? Voor de omloop, ik weet niet of dat er nog een podcast gepland staat. Eigenlijk veel plannen we toch niet vooruit, dus het kan misschien de laatste voor de omloop zijn. Ik heb als winnaar... Oh, nu heb ik mijn eigen toch iets aangedaan, maar ik heb toch de Lee. Ja. Hoe lang uit geleden zijn dat Lotto zou winnen in een omloop? 20 jaar nu ondertussen, denk ik. Ik had het vorig jaar opgezocht. Het was iets van... Was dat toen van Petegem? Het was 2000 of 2002. Ja. Dus een van die dingen was dat de laatste keer, dus meer dan 20 jaar geleden, dat een lottorenner de omloop zou winnen. Ik ga ook voor de league aan dan. Come on! Asgreen. Ja. Toch Quickstep. De Quickstep fan. Asgreen, ja. Nee, ik heb nu al spijt dat hij niet in mijn ploeg staat, maar ja. Dat is ook altijd nog van vol met spijt. Maar ja, het is... Het is vanaf dat seizoen begonnen is, gaan we daar nog 1000 keer aan terugdenken van. Ja. Maar het is wat het is. Dat Lucas mag niet meer veranderen. Nee, dat is een feit. Voilà, ik mag niet meer veranderen, maar dat mogen jullie nog wel doen. En die mogen ook duimpje omhoog doen, vind ik leuk. Dat appreciëren we. En ook nog abonneren op ons kanaal. Wij zijn terug klaar voor een nieuw wielerjaar. En volg ons dus. En tot de volgende keer. Tot dan. Ciao.